Yo mensen, tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe talkshow. En ja, sorry dat deze om 8 uur online komt in plaats van om 7 uur. Ik heb gewoon niet op de tijd gelet en daardoor komt die later online dan dat nodig is. Maar ik ga net zoals elke talkshow gewoon met jullie mijn week bespreken. En laten we maar gaan doen. Op maandag heb ik gewoon een doodnormale maandag gehad. Gewoon praktijkvak en allemaal van dat soort dingen. Ja, zoals maandag op dinsdag heb ik ook gewoon echt gewoon dit keer wel een doodnormale dag gehad. Gewoon net zoals alle andere dingen. Op woensdag heb ik ook gewoon een doodnormale dag gehad. Net zoals alle andere dingen. Op donderdag ga ik stage. Ik moest de vitrine stofzuigen. Ik heb het nooit van mijn leven gedaan. Maar het was wel heel interessant om een keer te doen. Op donderdag moest ik de stofzuiger zuigen. Dat kan niet. Op donderdag moest ik de vriezer en de koeling stofzuigen. Nou, ik heb er een half uur over gedaan omdat ik alles moest verplaatsen omdat de inspectie kwam. En op vrijdag heb ik dus de vitrine moeten stofzuigen. Ja, van de zuivel. Bij de Jumbo, klopt. Donderdag 20 december, dus aankomende donderdag, als je dit ziet, is mijn laatste dag daar. En dan ga ik bij Klarendal de Wereldkeuken stage lopen. Is superleuk. Maar wat ik dus zei was dat ik bij donderdag 20 december mijn laatste dag is bij de Jumbo. En dat ik bij Klarendal de Wereldkeuken ga stage lopen, is echt superleuk. En nou, ik hoop dat het echt superleuk is. En op zaterdag was 15 december, had ik een wedstrijd. We hebben weer met 14-2 verloren. Nou, dat is jammer. Ik hoop dat jullie me nou trouwens goed hebben kunnen verstaan in deze video, want dat is wel de bedoeling. En op zondag was 16 december. En zoals de meeste van jullie wel weten, is 16 december de sterfdag van mijn oma. En dat was 16 december 5 jaar geleden. En op donderdag 13 was mijn neefjarig, maar ben ik op vrijdag 16 pas heen gegaan omdat ik toen vierde. Ik heb hem op donderdag wel gefeliciteerd. Maar ja, op zondag ben ik ook wel even langs graf van oma geweest. Maar ja, het is 5 jaar, dus ik moet er gewoon wat mee doen. En dan was dit het eigenlijk alweer voor deze talk zo, want ik heb eigenlijk gewoon een doodnormale week gehad. En eigenlijk niet heel veel gedaan. En dan krijg je een hele korte video. Maar toch wel een video. En zeg zoals altijd, doe blijf me ook like, abonneer, zet de belletje aan als je geabonneerd bent. En zeg zoals altijd, tot morgen in een gloednieuwe video. Wordt waarschijnlijk gewoon weer een standaard FIFA videootje of Fortnite video. En zeg zoals altijd, laat de mensen.